Met mevrouw Boerenstam en Botsen gaan wij deze aflevering besluiten. Voordat we aan het einde gaan, gaan wij praten over een activiteit die DCI Female gaat organiseren. Klopt. Ze gaan praten over de rechten van vrouwen, heb ik begrepen. Klopt het, mevrouw Boerenstam? Nou, het gaat meer om de vrouwelijke ondernemers. Op 31 augustus 2024, dus volgende week zaterdag, organiseert GCI Female in samenwerking met Stichting Ilse Henaar Empowering Women, Leadership and Legal Aid. Op deze dag gaan we sowieso de ondernemende vrouwen meer vaardigheden aanleren op het gebied van leiderschap, kwaliteiten, het financiële gedeelte, maar ook het juridische. Goed zo. Vrouwelijke ondernemerschap, mevrouw Botsen. Merkt u op in de praktijk dat heel veel vrouwen ondernemers worden? Want voorzien, nou, morgen voor een man bij TK Initiatief. Dus hoe is het gesteld anno 2024? Anno 2024 hebben we gemerkt dat veel vrouwen nu ondernemen. Je merkt het ook bij de small business, de dames die nagels zetten. Het begint echt op te komen, de mensen, de vrouwen die ondernemen. Je merkt het wel. Ja, en ze hebben meer onderrichting nodig om hun onderneming verder uit te breiden. Ja, dat klopt helemaal. Ja, met Ilse Henaar-Hiet gaan jullie praten. En dat wil zeggen, het juridisch aspect komt ook aan de orde. Klopt. Dat is heel belangrijk binnen het ondernemerschap. Met welke uitdagingen zitten deze vrouwen? Nou, kijk, in het bijzonder de jonge ondernemers. Je hebt die ingeving, je start een business, maar hoe ga je dan verder? Wat voor ondernemingsvorm past het best bij jou? Maar wat voor kwaliteiten heb jij als ondernemende vrouw nodig om je business naar hogere hoogte te tillen? Toch? En dan hebben we dat stukje van leiderschap, die discipline die er moet zijn. Maar ook gewoon die vaardigheden om met klanten te praten. Maar ook dat stukje van discipline. En die allemaal worden aangeleerd door Sylvia. Is een van onze trainers. Sylvia Kabeli. Van KB Consultancy. En verder heb je ook nog het juridisch aspect. Als je dan die onderneming hebt gestart. Hoe ga je dan verder? Start je een eenmanszaak. Maar als je misschien snel groeit. Kan je zeggen van weet je. Wegens bepaalde overwegingen stap ik dan over naar een NV. Of ik begin een coöperatie. Of misschien past een stichting het best bij jou. Dus al die dingen daar worden je aangeleerd. Maar ook als je bijvoorbeeld werknemers onder je hebt. Dan kom je op het gebied van arbeidsrecht. Ja. Dan moet je ook daar meer rekening houden. Wat zijn de dingen waar meer rekening moet houden? En wat zijn de voorschriften en dergelijke? En daar komt Stichting Ilse Henaar helemaal in. Waarbij ze dan de vrouwen de nodige juridische vaardigheden zullen aanleren. Om ook hun business, zoals ik het eerder zei, naar hogere hoogte te tillen. Ja. Maar het financieel gedeelte is ook belangrijk. Toch, want als je eenmaal je NV hebt gestart, zijn er bijvoorbeeld heel wat dingen waar meer rekening moet houden. Je jaarrekening, maar ook als je eenmanszaak bent, moet je ook weten hoe je bijvoorbeeld je kostprijs moet berekenen. Ja. Dus al die dingen, daar worden er ook bij geleerd. Geweldig. Volgens de uitleg van uw collega kan ik ventileren dat vrouwen goed gebruik moeten maken van deze gelegenheid. Ja, helemaal. Hoeveel vrouwen kunnen jullie accommoderen op die dag? Ongeveer 20 vrouwen. Zo weinig? Daar zal het zien. Ja, we starten klein en dan gaan we verder. Dus in feite moet men zich haasten om zich op te geven? Helemaal. En waar kan men dat doen? We hebben een link. Als u gaat op onze Facebookpage van GCI Female, en dan kunnen ze zich daar registreren. En, maar ze kunnen ook appen op het nummer 8575298. Dat is mijn nummer. En dan stuur ik ook gewoon alle informatie naar je toe. En dan kan je heel makkelijk registreren. En wat is de voorwaarde om mee te doen? Nou, het is 500 SED voor participatie. Ja. En de vraag is ook gekomen van, ik ben een man, ik ben geen ondernemende vrouw, mag ik ook komen? Ja. Dus we hebben erover nagedacht en we zeggen van, weet je, ieder is wel we nemen die mannen ook mee. Ja. Dus als je een man bent en je zegt van, oké, het spreekt me ook aan, ik ben ook een ondernemer en ik wil ook weten hoe ik mijn leiderschapkwaliteiten kan, mijn leiderschapvaardigheden kan vergroten.
het financieel gedeelte van mijn onderneming beter kan handelen. En ook het juridische sluit je ook aan. Ja, komt er een tweede editie? Zeker wel, er komt wel een tweede editie. Hebben jullie alles gezegd vanmorgen? Is er nog wat? Nou, vanuit deze plek wil ik ieder oproepen, in het bijzonder de vrouw, om je aan te sluiten. Registreer vandaag nog, want zoals ik het eerder zei, we hebben slechts een beperkt aantal seats en de registratie loopt volop. Dus ja, doe het vandaag nog. Het kost slechts 500 SED, maar de bagage die je krijgt aan informatie is gewoon mindblowing. Dus aarzel niet, app. Of ga op onze Facebookpagina. We zijn ook druk bezig met de PR en marketing. Check het. Je gaat ook de video's zien van de geweldige trainers. Die ook in het kort uitleggen wat je op die dag kan verwachten. Dus we zien je volgende week zaterdag in Royal Breeze.